Oh, kijk eens, er zitten nog 6 karakters in het spel van de Masked Singer. De vogelverschrikker en de farao, die liggen eruit. Wat een aflevering was dit, zeg. Wauw, wauw. Laten we nog eens even teruggaan. Dit was een duet, omdat... Er moesten vijf er in de finale zijn, maar wat een duet is dit, zeg. Dit was echt een duet. Helaas voor de vogelverschrikker en de farao zit het erop. Maar de giraf heeft gewonnen. We hadden eerst de stier en de vogelverschrikker. Uiteindelijk wist de stier zich door te denderen tot de volgende ronde. Dus toen moest de vogelverschrikker of tegen de haai of de krokodil uitvechten wie zich moest onthullen. Wauw, bizar. Dit was echt bizar. Oh my god, wat een aflevering. De biggetje, het giraf, de stier, de haai, de krokodil, de cupido, die 6 zitten er nog in. Wat een match. De beste match in de geschiedenis, wat een match. Wat een match. Wow, wat bizar. Deze was echt bizar. Wat bizar was dit, zeg. Wow. Echt ongelofelijk. We gaan op naar de finale. Volgende week weer een nieuwe ronde. Dan is het erop of de ronde. Dit was echt bizar. Echt fucking bizar. Tjonge, jongen. Echt ongelofelijk. Wat bizar was dit, zeg. Nou, voor de farao en de vogelverschrikker zit het er helaas op. Jammer. Nou goed, we kunnen nog wel gaan genieten. Dit was echt bizar. Wauw, dit was echt bizar. Wat een aflevering. Het was echt bizar. Echt bizar. Echt heel erg bizar. Deze zitten nog in, die zitten nog in, die zitten nog in, die zitten er nog in. Van vorige week zijn die 4 door. Wat bizar. Volgende week weer en dan is de finale. Dus dan was het toch eigenlijk gelogen. Het waren toch 10 afleveringen. Wauw, bizar. Wat bizar. De beste aflevering van dit seizoen. René van Kooten en Mark Mia Huibrecht zijn respectievelijk de vogelverschrikker en de farao. Volgende week weer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, kijkers.